Straks meer over het glazen huis. Eerst de klimaattop in Kopenhagen. Het is de laatste dag van die top en nu gaat het er echt om. Worden er goede afspraken gemaakt om de klimaatveranderingen te stoppen of mislukt het allemaal? Dat de vergadering belangrijk is, daar zijn er meer dan 100 wereldleiders het wel over eens. Uit de Verenigde Staten, China, Rusland, Zuid-Afrika, India en Brazilië, allemaal zijn ze er. En allemaal vinden ze dat er afspraken gemaakt moeten worden. Er moet iets gebeuren om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Om de aarde te redden, zeggen ze. Maar hoe? Daar zijn ze het niet over eens. Er is 2 weken over de problemen gepraat. Wat moet er gebeuren? Wie moet wat doen? En wie betaalt daarvoor? China en de Verenigde Staten, de landen met de meeste invloed, kunnen het maar moeilijk eens worden. I have to be honest, as the world watches us today, I think our ability to take collective action is in doubt right now. And it hangs in the balance. Waarschijnlijk gaan de wereldleiders tot in de nacht door met praten. En veel mensen hopen dat er dan een verdrag is gemaakt waarin duidelijke afspraken staan. En NOS-journalist Bram Schilham is op dit moment in Kopenhagen en hij weet er alles van. Nou Bram, zeg het maar, komt dat klimaatverdrag er nou wel of niet? Nou, eigenlijk durft niemand daar hier meer een weddenschap op af te sluiten, want het duurt nu al zo lang. En het had eigenlijk al lang klaar moeten zijn. Er zijn ook mensen die zeggen, misschien gaan ze allemaal naar huis en zeggen ze, het is niet gelukt. Maar ja, dat zou natuurlijk wel een hele grote afgang zijn. Oké, Bram, straks praten we verder met jou. Als het aan milieuorganisaties ligt, komt er een heel streng akkoord. Zij willen duidelijke afspraken waar elk land zich aan moet houden. En dit zijn de belangrijkste dingen die zij willen. Punt 1. De lucht moet 40% schoner worden. Is het nu zo? Het moet zo. 40% minder vieze gassen. Dat kan alleen als fabrieken, auto's en vliegtuigen schoner worden. Heel ingewikkeld, want dat gaat veel geld kosten. Maar landen die niet goed meewerken, moeten straf krijgen, vinden milieuorganisaties. Punt 2. Ze vinden ook dat rijke landen zeker 140 miljard euro per jaar moeten betalen aan arme landen. Zo kunnen die ook meehelpen het klimaatprobleem op te lossen. Droogte of juist overstromingen en hongersnood, de arme landen hebben het meeste last van de klimaatveranderingen. Terwijl het vooral de rijke landen zijn die voor de vervuiling hebben gezorgd. Toch moeten ook zij meehelpen om de lucht schoner te maken. En dat kan niet zonder die 140 miljard euro. Punt 3. Over 10 jaar is ontbossing verleden tijd, willen de milieumensen. Tropische bossen mogen dan niet meer gekapt worden. Bomen maken de lucht schoner en ze zorgen voor zuurstof. Heel belangrijk dus. Nu verdwijnen iedere minuut meer dan 50 voetbalvelden aan bos door de houtkap. Over 10 jaar moeten die bossen helemaal met rust worden gelaten. Ja, 40% minder gassen, 140 miljard euro voor arme landen en stoppen met het kappen van bossen. Bram, gaat het zoiets worden? Lijkt me sterk, eerlijk gezegd. De meeste landen vinden wel dat de afspraken die hier gemaakt worden over deze onderwerpen moeten gaan. Maar de getallen en de bedragen, dat is nou net hetgene waar ze al weken over zitten te vergaderen. En vandaag dus nog steeds. Dus dat wordt waarschijnlijk toch weer helemaal anders. En hoeveel tijd hebben ze nou eigenlijk nog om die afspraak te maken? Nou, dit gebouw waar we staan, dat is het hele weekend nog gehuurd. Dus daar zouden ze het hele weekend kunnen blijven zitten. Maar ja, veel presidenten en premiers moeten gewoon weer naar huis. Ze hebben andere dingen te doen. Dus het moet vanavond of vannacht toch echt gebeuren. Dan mislukt het, of het lukt toch. Of, dat kan ook nog, er komt misschien wel een heel slap akkoord uit. Oké, we gaan het merken. Bram, dankjewel.